We hebben tot nu toe de botjes van de voet gevonden en een paar botjes van de onderkant van het onderste stuk van het linkerbeen, de linkerpoot. Dus de voetbotjes die lagen allemaal daarheen verspreid en ietsje dichterbij zijn we de stukjes van het onderbeen tegengekomen. Dan hebben we verder gegraven en in de paar meter daartussen zijn we nog niks tegengekomen. Dus het lijkt er echt op dat, en we weten gelukkig, er is een stroming naar het noorden. Dat kunnen we zien aan aan de laagjes die erin zitten. Dat betekent meestal de kleine botjes die spoelen als eerste weg. En kunnen het de rest van de botten dus ergens hier verwachten. We hebben gisteren al een hele grote kuil gegraven. Tot een laag die net boven het niveau is waar we de rest van de botten verwachten. Dat gaan we zo meteen weer netjes opruimen met het kleine bulldozertje. En daarna heel voorzichtig verder graven tot we op de laag zijn waar de botten uit moeten komen.